Welkom mensen terug hier bij het videokanaal Play That Game bij de nieuwe rubriek Top Races. En dat zijn korte video's met hele leuke races die ik gereden heb. Heel veel plezier! Ja mensen, dit is dus de herhaling van die mooie race waar we starten op plaats 16. We gaan alle info weergeven, dan kun je fijn kijken beneden wat de snelheden zijn. En je kunt kijken hoe de race van buitenaf gefilmd eruit ziet. Ik ga niet te veel commentaar meer geven mensen. Heel veel plezier! Ja mensen, om de video niet te lang te maken hebben we een stukje overgeslagen, maar we zijn inmiddels alweer op positie 3. Dus we hebben ons al heel goed gehad. Kijk eens mensen, wat een prachtige auto dit ook is. En snel en licht, heerlijk op de weg. Fantastisch, fantastisch. De Porsche 911 GT3. Heel eventjes. Een klein stuurfoutje. Maar ik hoop dat jullie deze video ergens gaan waarderen en een duimpje geven en je inschrijven op ons kanaal. Want dit is een video, daar ga ik alleen de leukste video's in zetten, de spannendste video's in zetten met verschillende auto's. Zowel op circuitraces als op straatraces of waar dan ook, maakt niet uit. Je zult het wel zien. Geef ons een duimpje, dankjewel. Hier is de laatste ronde en we gaan beginnen aan ronde 3. We zitten op de eerste plaats mensen. Ja, plaats 2 is een feit mensen. Als we dat al kunnen aanhouden, dan zijn we al blij, maar we gaan ervoor. Kijk, 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 we hebben hem. Plaatsje 1 is een feit. We zitten vooraan op de kopgroep. Oh mensen, wie had dat gedacht vanaf plaats 16 zo eindigen. Eindigen? Och Wil, je bent weer te enthousiast jongen. Wat doe je nu toch weer? Ja, nog altijd positie 1, maar dat heeft toch weer wat seconden gekost en de auto weer beschadigd. Doe toch rustig, mijn jongen. Je zit op die eerste plaats. Hou nu gewoon even je hersens erbij. Je hebt de kans om een keer hier als eerste te eindigen en lekker veel credits binnen te halen. Nou ja, we proberen ons te concentreren. Maar ik word op de hielen gezeten. Dus we mogen absoluut nu geen fout meer maken. Wat een mooi circuit trouwens jongens. Oh, 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 oh. Het is zo spannend mensen. Zou ik het redden om de eerste plaats te houden? Afstand wel iets groter tot de achterliggende auto.
trouwens ook een mooie omgeving zo te zien hier in Kyoto. Wat doe je nu toch weer? Ik wist het, hè. Het is toch niet te geloven en ik ben ingehaald hier. Oh mensen, ik geef mijn eerste plaats weer af. Wat gaat er nog kunnen gebeuren? Kan ik hem nog terugpakken hier? Het is maar goed dat ik met de Porsche rij, want die heeft lekker goed vermogen. Allee, wil alle zeilen bijzetten, jongen. Kom op! De laatste honderden meters. Pakken we hem nog terug of krijgen we hem niet meer ingehaald? Ja, hier op dat lange stuk moet het gebeuren. Als het hier niet gebeurt, dan is het einde oefening. Dan is het toch de tweede plaats. Maar ik heb hem! Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. En hier is de finish. Ja mensen, ik heb juist de finish gehaald op de eerste plaats hier in de Cupman. Ik ben helemaal van slag. Fantastisch. Clubman Cup. En dat is de tweede race die we hier winnen. We hebben hier al eens een race gewonnen. Ik weet niet meer bij welke auto, maar fantastisch geëindigd hier. Oh, jongens. Niet te geloven, niet te geloven. Dankjewel dat je erbij was. Ja, wat was die enthousiast hier in die Clubman Cup. En twee bekers binnen en we gaan voor de derde beker. Want nu gaan we verder met de BMW M4 hier in dit circuit rijden. De derde race dus. Twee races als eerste geëindigd. Wat gaan we nu doen met deze BMW M4? We gaan het zien mensen. Een heerlijk circuit voor op te rijden. Je kunt er echt topsnelheden halen. Het zijn 10 rondjes, dus dat ga ik je niet aandoen. We hebben de video wat ingekort. Geniet er eventjes van. We gaan hier in ronde 1 even kijken. Dan springen we ergens over naar ronde 3 en 5 en dan de laatste ronde. En dan kom ik daar even bij je terug. Ja mensen, ronde 5, 4, 8e plaats en dan gaan we meteen over naar de volgende ronde hier die wij voor jullie vastgelegd hebben. En dat is namelijk ronde 8. En dan zien we meteen dat we op plaats 1 zitten denk ik daar. Ja, wauw, daar hebben we al alle auto's ingehaald vanaf plaats 16. Dus dat wordt weer een leuke race, dat wordt weer een overwinning als het goed is. We blijven gewoon rustig nu de laatste honderden meters. En proberen zo weer de derde overwinning in deze Clubman Cup te winnen. En we gaan zien of dat lukt mensen. We gaan over naar ronde 10, die laatste ronde. En dan gaan we daar eens kijken of we die plaats kunnen vasthouden. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Hij is over de finish, weer als eerste. Wat hebben we dan weer goed gedaan. Hier in die Clubman Cup als derde race gewonnen met de eerste plaats. Goed bezig Wil! Ja mensen, en dan nemen we jullie mee met deze Lamborghini hier naar Nürburgring. En dat is een van de moeilijkste circuits om te rijden. Ja, moeilijk, met korte, fijne bochtjes. En hele lange stukken waar je dus geneigd bent om de snelheid tot over de 300 km per uur op te voeren. En dan weer hard af moet remmen. Bergen op, bergen af. Je zult het zien. Daar worden wat capriootjes nu en dan uitgehaald. Dat kan niet anders, maar het is een hele leuke race. Gewoon omdat je de auto heel goed kunt zien functioneren. En de rijtechniek van mij kunt volgen. Kijk,
Daar heb je die dikke bak, die zit mij altijd in de weg. Ik erger me daar kapot aan. In iedere race zit die rotte dikke bak voor me. Die oude bak daar van die Fransman. En ik kan je vertellen, dat is een irriterende auto. Verschrikkelijk. Ik heb ook al met hem online gereden. En die zat die doet ook voor me. En ook overliggen te ergeren. Die snijdt je iedere keer de pas af. Die botst gewoon tegen je op. Geen fijne coureur. Dus die zal zeker zijn sportiviteitsbeoordeling online niet al te hoog hebben. Maar goed, dat terzijde. We gaan kijken wat we kunnen doen. Of we natuurlijk hier wat kunnen inhalen. En dat lukt vrij aardig. Je hebt op een gegeven moment wel een goede techniek om de auto aan de binnenkant, zoals hier, lekker ervoor te duwen en lekker links te blijven en dan een paar auto's voorbij te steken. En dan zie je je positie natuurlijk stijgen. En dan wordt het natuurlijk een gevecht om dat zo te houden. Kijk eens hoe druk het hier is. En op die korte bochtjes. Dit is een bochtje, een stukje weg, bochtje. En dadelijk komen hele lange stukken naar beneden toe in die Nürburgring. En dat is natuurlijk heel chic om te rijden. Want dan heb je snelheden over de 200 km per uur. Kijk, hier gaan we denk ik al naar beneden. Hier rijden we dan ook weer achter zo'n aparte auto en dan gaan we kijken wat we kunnen doen, of we die kunnen inhalen. Lukt het of lukt het niet? Kijk maar eventjes mee. We blijven netjes achter hem totdat we een gaatje zijn en dan proberen we hem natuurlijk te pakken. Ja, helemaal binnendoor, daar is geen plaats. Kijk, 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 dat lukt ook nog niet. Dus het moet iets meer rechterstuk en daar heb ik hem, kijk. En dat is nu juist de leuke techniek die je leert. Je moet je die zelf aanleren, die techniek. En je ziet bij anderen hoe ze dat doen. En op een gegeven moment heb je het wel door. Maar jongens, dat gaat niet 1, 2, 3. Kijk maar, hier vlieg ik ook eventjes uit de bocht. Maakt allemaal niet zo heel veel uit. In ieder geval, het is heel leuk om te doen. Ik denk dat ik inmiddels toch wel een... wat zullen we zeggen? Een 80 uren raceervaring heb in het spel Gran Turismo Sport. En nog een dagje of 5, dan komt Gran Turismo 7. En vanmiddag gaan we dus de race doen, het kampioenschap, op weg naar Gran Turismo 7. Dus daar krijg je ook wel een verslag van. Dat is iets voor vanmiddag. En als ik deze video geplaatst heb, dan ga ik mijn dagelijkse race natuurlijk online ook doen. Met welke auto weet ik nog niet. Gisteren heb ik heel veel met deze gereden, met deze Lamborghini, die we in het zwart gekregen hadden. Maar ik heb hem dus helemaal omgebouwd. Kijk eens hoe chic dat hij geworden is. Ik ben er echt blij mee. En de beste sponsor, Autosport Web, dat zie je aan de zijkant staan. Dat is onze hoofdsponsor. Daarom heeft hij ook zo'n grote tekst aan de zijkant. Jongens, 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 wat amuseer ik me met dat spel. Dat is echt niet te geloven en niet te doen. Maar ja, goed, ik laat jullie eens even van die geluiden genieten. En ik ga even kijken. Ja, kijk, hier zit ik weer achter die witte aan. Dat is gewoon echt een spannende race. Kijk maar gewoon even. Ja mensen, dat was de race op de Nürburgring en het was een hele spannende race met heel veel capriolen. Maar goed, het is gelukt. We zijn als eerste geëindigd en we gaan dus afscheid nemen van deze Nürburgring. En we gaan meteen door naar Amerika, naar Special Stage Tour. Daar gaan we nog één keer rijden met deze Lamborghini om jullie iets te laten zien. Want ik ben toch wel blij met mijn techniek die ik ontwikkeld heb. Je zult zien op die lange weg, je kent hem van de autotesten, dat ik op een gegeven moment heel knap inhaal en zelfs inhaal boven op die rondingen tussen die twee wegen.
tot ik de auto's daar voorbij ga. En dat is toch wel heel moeilijk, want als je helemaal bovenaan rijdt in die ronding, dan moet je je goed hebben om niet naar beneden te komen met die auto, waar je dus twee of drie auto's bent in aan het halen, want dan heb je natuurlijk brokken. Oké, geniet maar even mee, ik kom daar even bij je terug.
Ja, het eerste moment kan ik niet zo snel vinden, mensen, maar hier komt dan toch zo'n voorbeeld dat we uit die tunnel komen en dan in die bochten gaan en dan boven die drie auto's rijden. En dat is de techniek die ik bedoel. Kijk maar eventjes mee en dan nemen we meteen afscheid van jullie, want dit is het laatste filmpje op deze video. Ik zou zeggen bedankt dat je erbij was, kijk het eventjes uit en ik zou zeggen tot de volgende keer bij Top Races op het kanaal. Play that game. Kijk, dit is de techniek. Boven blijven en gas geven. En dat is heel risky. Maar het lukt toch goed. Oké, mensen. Ik zie jullie snel weer. Tot ziens weer. Bye bye.